Wat een prijsverschil. De iPhone XS Max kost 1259 euro. De iPhone XR hier in mijn hand, 859 euro. Van dit verschil alleen al kun je een prima Android smartphone kopen. Maar als Apple zonder blikken of blozen 400 euro van de prijs afhaalt, zal het wel een veel minder goede iPhone zijn, toch? Of niet? Wat opvalt is dat de 10R zoveel gemeen heeft met de 10S. Ik ga er even snel doorheen. Hij heeft dezelfde SoC, hij heeft dezelfde primaire camera en dezelfde camera software met bijvoorbeeld Smart HDR. Hij heeft dezelfde Face ID gezichtsscanner en hij heeft in de goedkoopste versie dezelfde opslagcapaciteit, namelijk 64 gig. Kortom, dit is in grote lijnen dezelfde smartphone als de 10S, maar er zijn ook grote verschillen. De grootste is de accuduur. Want de accu heeft misschien ongeveer dezelfde capaciteit, maar de accuduur verschilt enorm. Waar de 10S en 10S Max niet echt hoogvliegers zijn op het gebied van accuduur, is deze 10R dat wel. In onze browstest kwam hij tot bijna 13 uur en daarmee behoort hij tot de top van de markt. De 10S en 10S Max kunnen we hoogstens matig noemen op dit gebied. Maar waar komt die goede accuduur eigenlijk vandaan? Het kan niet liggen aan de SoC of aan de accucapaciteit, dus het moet bijna wel het scherm zijn. Dat scherm is een LCD in plaats van het OLED-scherm van de 10S en 10S Max. En op het gebied van accuduur is die dus een stuk beter, maar de kwaliteit is natuurlijk een stuk minder. Voor een LCD is het geen slecht exemplaar, want in het Hollandse najaarszonnetje is hij prima af te lezen en dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dat scherm heeft bovendien een ander formaat en een andere resolutie. De resolutie is minder hoog, 1792 bij 828 pixels. Hij is niet per se veel minder scherp dan de 10S en 10S Max, want hij heeft 3 subpixels per pixel in plaats van 2 zoals bij de OLED-schermen op de duurdere modellen. Het verschil in scherpte zie je dus niet, maar het verschil in contrast is wel groot. 3D Touch zit er trouwens ook niet op, maar ga je dat missen? En door dat scherm verandert er nog iets en dat hebben we nog niet eerder gezien bij de goedkoopste nieuwe iPhone. Het is namelijk voor het eerst dat de goedkoopste nieuwe iPhone niet de kleinste is. Het is jammer voor liefhebbers van compacte smartphones, want je hebt bij Apple nu de keuze uit groot, groter en grootst. Het scherm van de 10R is groter dan de 10S en de schermranden zijn bovendien ook een stukje dikker. Deze telefoon met één hand bedienen lukte mij echt niet, terwijl dat bijvoorbeeld bij een iPhone 7 of 8 nog wel gaat. Het scherm is 6,1 inch, zegt Apple, dat is groter dan de 5,8 inch van de 10S. Die 6,1 inch klopt trouwens niet helemaal, maar hoe dat precies zit, daarvoor moet je even een geschreven review checken. Het formaat en de bezels zijn niet de enige ontwerpverschillen. De zijkant is van aluminium en niet van roestvrij staal. Bovendien is hij dikker dan andere iPhones en dat voel je onmiddellijk als je hem oppakt. Er zit ook een subtiel verschil aan de onderkant. De Lightning Port zit net niet recht naast de schroefjes. Dat had je denk ik nog niet gezien, maar probeer er nu maar eens niet op te letten. En de 10R heeft bovendien het extra antennelijntje niet naast de gaatjes voor de microfoon. En dat komt omdat hij minder snel 4G ondersteunt. Dat merk je niet echt in de ontvangst, die is bijna hetzelfde als op de 10S, maar de downloadsnelheid op 4G is wel lager dan op de 10S. En op de achterkant zie je een ander verschil met de 10S. De 10R heeft maar één camera. Wat je moet missen is de tweede camera met zijn telelens. De portretmodus werkt wel, maar de foto's zijn dus minder ingezoomd en de portretmodus is beperkt. Je moet dichtbij staan en je kan alleen foto's maken van mensen. Pech dus voor je kat, je hamster of je Rubik's Cube. Aan de andere kant, portretmodus werkt wel bij minder licht, omdat de primaire camera beter is in het donker. Dus dat is weer juist een voordeel als je graag portretten maakt als de zon eronder is. De 10R is op veel punten dus minstens even goed als de 10S, of soms beter. Je kunt hem bovendien kopen in vrolijke kleuren als rood, geel en blauw. Dus je kunt op je vingers natellen dat dit voor veel mensen de aantrekkelijkste nieuwe iPhone is. Als je niet gebonden bent aan iOS, dan ligt het anders. Voor veel minder geld heb je al een luxe Android smartphone. De OnePlus 6, Samsung Galaxy S9, Sony Xperia XZ3, LG G7, Huawei P20 Pro. De keuze is haast eindeloos. De iPhone XR heeft niet de prijs-prestatieverhouding om veel Android-gebruikers over de streep te trekken. Maar dat ligt anders voor iPhone-liefhebbers. Je kunt je haast afvragen wie er nog een XS gaat kopen. Die XR is hoogstens een stukje minder iPhone voor veel minder geld.
En als je dus stevig vastzit in Apples ommuurde tuin, is dat vermoedelijk een onweerstaanbare combinatie.